elkaar. En je had nog een primeur, want er zou eigenlijk misschien iemand anders trainer van Ajax kunnen worden. Hè? Ja, ik hoorde dat Henk ten Katen eerst was benaderd, omdat Johnny van der Schip natuurlijk in die moeilijke situatie met zijn vrouw zat. Ja. En Henk heeft het niet gedaan om een hele vreemde reden. Henk heeft een contract getekend. Geld, neem ik aan. Wat? Geld? Nee, geen geld, geen want dat zal geen vetpot zijn. Maar hij gaat de rol spelen van hoofdinspecteur in een politieserie Sleeper voor Videoland. 10 afleveringen. En dus kon hij niet trainer zijn van Ajax? Nee, dat gaat een beetje moeilijk samen. Hè? Want als hij s'avonds gebeld wordt dat er ingebroken wordt, dan kan hij niet van de bank weglopen natuurlijk. Maar kijk, hij vorig jaar ook in een serie meegespeeld. Kijk, dit is Henk, hè? Ook als een inspecteur lijkt het hier wel. Ja. Ik denk van Hofman Recherche, denk ik, als ik het zo zie. Maar, nee, maar dat is serieus dit verhaal? Ja, dit is een serieus verhaal, ja. Echt waar? Ja. Dus je laat een baan als trainer van Ajax lopen om Jawel, maar ik denk serie... dat Henk ook niet zo'n zin had. Want Henk heeft het spelersmateriaal gezien. En die heeft gedacht, ik word nooit vijfde met dit zootje. Nee, maar hij is ook nog assistent bij de Suriname. Aan de andere kant heb je ook weer iemand zoals Henk... die kan ook niet kapot gaan. Nee, die heeft zijn cv klaar. Maar ik heb het idee... Als hij mislukt bij Ajax, dan Henk, is dat die, niet... Henk, die wil alleen nog naar de zandbak... Ja. Waar die hele kruiwagen... Ja, maar hij is toch assistent bij Suriname op dit moment? Houden, hij krijgt het niet meer op, joh. Maar hij is toch assistent bij Suriname volgens mij op dit moment? Ja, vandaag bij Aron Winter geweest. Toch? Ja, zeker. Ja, is dat ook alweer voorbij? Ja, hij moet nu al die tijd... Hij doet gewoon wat hij zin in heeft. Ja, en actie. Ja.